Een waterdistilleerder is een toestel wat het water zuivert en een residu achterlaat in het compartiment. Dit is dus de ketel waar 4 liter water in gaat. Dat water wordt verwarmd. Dat verwarmde water dat gaat dampen. Hè? Dus je krijgt dus waterdamp. En die waterdamp komt dus in dit systeem. Hier zit dus een koelspiraal in waar het water weer aan afkoelt. Er zit een ventilator in die dus dat proces versnelt. En dat afgekoelde water dat komt dus in deze opvang, deze glazen kan. Het is geen kunststofkan, het is dus een glazen kan waarin het opgevangen wordt. Het residu blijft achter in de ketel en dat kunt u weer schoonmaken. Daar zijn prima middelen voor. Dat is vrij eenvoudig te doen.